Mr. Zoni Weiss, who is the foreman of the Sinti Roma in the Netherlands, he spoke in the Reichstag in Germany, and he mentioned specifically the discovery of Settela as a turning point. Ik ben Serge Kokos. Ik ben geboren in Enschede. Ik kom van een familie van mensen die echt hebben moeten vluchten voor genocide. Ik ben ook echt opgegroeid buiten Roma-gemeenschap, dat soort dingen. Omdat mijn voorouders en ouders altijd bang waren om ontdekt te worden. Als het gaat over het leven van wat toen werd genoemd zigeuners in Nederland, nu noemen groepen zichzelf Sinti en Roma, omdat zigeuners natuurlijk een stigmatiserende term is. Hun leven was wel ingewikkeld omdat ze de politie en de marechaussee hen als een ongewenste groep zag. En zeker als ze ook nog niet de Nederlandse nationaliteit hadden. Dus ze werden wel gediscrimineerd, het leven werd hen moeilijk gemaakt. Maar gezien de omstandigheden konden ze eigenlijk redelijk goed hun eigen werkzaamheden uitvoeren en daar ook wel hun brood mee verdienen. Ik kende de foto van het meisje met het hoofddoekje omstaand tussen de deuren van een goederenwagon. Die kende ik natuurlijk al vele jaren, 20, 30 jaar. Ik ging er net als iedereen van uit dat ze een Joods meisje was. Ik ben toen eens rond gaan vragen of iemand haar kende, wie zij was, wat haar naam was. Niemand wist dat. Ik heb zelf niet veel gehoord of geweten over de genocide die in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Eigenlijk tot 3-4 jaar geleden. En toen ik daarachter kwam, verbaasde het me eigenlijk dat het eigenlijk niet wordt verteld ook in het onderwijs wanneer we het over geschiedenis hebben. In de loop van de 20e eeuw, in de jaren 10, 20, 30, door de Nederlandse politie, door de Nederlandse marechaussee, als zigeuner werden geëtiketteerd en ook als zodanig in registratiesystemen terechtkwamen. En het zijn juist die registratiesystemen die de Duitse bezetter gebruikte om een onderscheid te maken tussen zigeuners en woonwagenbewoners. Ik ben toen terechtgekomen in een woonwagenkamp bij Rotterdam en daar vond ik een oude vrouw genaamd Krasa Wagner. Zij was een Sinti. Ik mocht met haar praten. Ze vertelde het verhaal en ze zei: ik heb in diezelfde wagon gezeten als dat meisje dat u laat zien. Dat is een kind van Steinbach. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik zeg: hoe heette ze van voornaam? Dat wist Krasa niet meer. Totdat ze eventjes in een soort slaap verviel en na een half uur was het ongeveer. En toen gingen haar ogen groot open en zei ze: Settela, dat was de naam. Haar moeder riep: Settela, ga bij die deur weg, anders komt je kop ertussen. Dat kon de Duitse bezetter, dat verschil zag men vaak helemaal niet. Dus men heeft toen ook echt gevraagd aan de Nederlandse autoriteit: ja, wie zijn dan die zigeuners? Nou, dat werd hen op een presenteerblaadje aangeleverd en die mensen zijn opgepakt en vermoord. De Roma en de Sinti actually were a substantial and have always been a substantial part of European cultures and societies, have contributed to European cultures and societies. And this seemed to be neglected when we focus on the moments in the history of the Holocaust.
And that started with their concentration and what happened afterwards. Basically, I would say that in the Netherlands, like in the rest of Europe, very few people in general, general public, but also very few educators have even basic knowledge. There were active people, but it's still generally not known. It's not in the school books, maybe one picture of Settela. Settela Steinbach. Ze had 6 broertjes en zusjes. Ik was zo verrast door die vondst dat ik niet wilde geloven. Elke krant schreef dat verhaal. En dat heeft zijn uitwerking gehad op de houding van onze Nederlandse regering. Die toen plotseling de Sinti en Roma ging beschouwen als slachtoffergroep. Dat hadden ze daarvoor niet zo expliciet gedaan. En ben zodoende onder andere in contact gekomen met het dorpsorkest van Palatka. En ik heb daar met oude mensen gesproken en die vroegen daar, oké, wat is je familienaam? Ik zeg ja, Kokos, maar eigenlijk oorspronkelijk Kakos. En toen werd het stil. Zo van, dat kan niet. Van, ja, hoezo niet? Ja, iedereen is daarvan weg. Gewoon, dat is weggevaagd. Ik ben verder in gesprek gekomen met die mensen, want ik weet van bepaalde dingen van de geschiedenis gewoon van mijn familie weinig. Omdat er gewoon niks over is. En die hebben het een en ander verteld gewoon. Ik krijg, als ik eraan denk, best nog wel kippenvel. Het is niet leuk om te horen wat er allemaal gebeurd is. Prejudice, but also sometimes not just discrimination, but also persecution of Roma, today in Europe, is linked to the past. And anti-Gypsyism is, there's continuity and change, luckily, but there's a lot of continuity we have to look at carefully. Any genocide, and the genocide of the Roma, definitely, can play a big role in Roma saying never again and therefore empowering themselves. In commemorating this, you also feel strong group identity, especially if it is a major, major, major injustice that the world has committed against you. De manier waarop het mij zeg maar heeft geïnspireerd of eigenlijk ja, een impact heeft gegeven is dat het, ik wil onderdeel zijn van een beweging die het verhaal dan wel naar buiten zendt, wel deelt met de mensen, dat het ook een belangrijk onderdeel is van de Tweede Wereldoorlog.